Ja, mijn beeld van de politie is wel in eerste instantie dat ze de boel een beetje controleren. Waar ze lopen, dat het veilig is. De politie moet het volk beschermen, toch? Hij zei eerst, ik heb niks met politie, niks discriminerends meegemaakt. Vervolgens, als we het erover hebben, komt hij met 5, 6 verhalen over hoe hij is opgepakt zonder enige goede reden. En ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ja, ik geloof vroeger, heel ver vroeger hoor, geloofde ik gewoon dat het rechtssysteem klopte. Ik dacht, oké, boeven, we gaan de gevangenis in en soms niet. En toen ben ik een paar keer onterecht opgepakt, kwamen van feestjes, moesten we slapen in de gevangenis en zo. Omdat er iemand iets had gedaan en ze gewoon iedereen op hadden gepakt, moest iedereen gewoon daar in een cel overnachten en zo. Vond ik een beetje raar. En dan zag je ook meestal hoe het gebeurde, dat andere mensen die misschien ook met je waren, maar dan een andere huidskleur hadden, gewoon over het hoofd werden gezien. Maar echt specifiek op jou werd gelet dan. Ik vind het wel interessant om te horen, ook van de donkere jongens, dat ze zich zo, hoe vaak dat gebeurt en hoe normaal dat is eigenlijk bijna voor hun in die wereld, zeg maar. Daar schrik ik wel van. Sander, dat is Joost. Hey, YOLO. And we're gonna rock this world. Het is chill. Het is niet nodig om zenuwachtig te zijn. Wat zei je? Kutmensen. Hoor je wat hij zei? Kutmensen. Voor het Holland Casino zaten wij op een muurtje met z'n allen. We waren met 6 man, 2 blanke jongens en 4 donkere jongens. Die donkere jongens werden gewoon uitgescholden door de politie en mochten niks. En wij die even boos waren als zij waren en het even onterecht vonden wat zij voor argumenten naar ons toeslingerden, mochten wel zo ver gaan. En het enige argument wat zij gaven is, jullie zitten voor een openbaar, voor Amsterdam belangrijk gebouw. We willen niet dat jullie dit beeld afgeven. Maar het feit dat er een donkere jongen daar in de boeien stond en niet een blanke jongen, lag niet aan mij. Als ik over straat loop en ik loop bijvoorbeeld met een blanke vriend van mij, loop bijvoorbeeld een paar meter verderop, dan zie je gewoon echt al snel dat die politieagent veel meer op mij let dan op die blanke vriend van mij. Terwijl we gewoon allebei niks doen. Maar dan zal ik dan veel verdachter zijn en dan denk ik, ik heb niks aan mijn gedachten om iets vreemds te doen of whatever. Maar ja, dat is hun ding. Zoals ik dan toevallig met een blanke vriend van mij ergens heen ging en even aan het wachten was op een pleintje, gebeurde er niks. Terwijl de donkere jongens gingen door de buurt wandelen, want die hadden geen zin om op het pleintje te blijven hangen. Ik heb nu iets van, zij beschermen mij als blank persoon, maar stel dat ik zwart zou zijn, zou ik misschien eerder het idee hebben dat ze mij opzoeken en op me jagen misschien zelfs, als ik 5 keer per week word aangehouden, weet je wel. Je leert er zelf ook gewoon mee leven, denk je. Je ziet de politie gewoon niet als je vrienden of mensen waar jij wat aan zou hebben. We zijn in Vensterpolder. We staan iets van 20 meter van elkaar af en we doen niks. We gaan 2 groepjes naast elkaar staan. Kijken op wie de politie eerder reageert en hoe ze reageren op welke groep. Let's do. Aangekomen op de locatie. Kijken wat er gebeurt. Chill gewoon, doe helemaal niets. Had je niet gedacht, hè? We komen onverwacht en achteraf hebben MC's te vroeg gelachen. 2009, leger Obama en Bimma niet vrezen. We konden niet spitten volgens Steven. Met ijverig spelen. En nu bewinder je als kouvatten. De straten moet je niet tarten. Gekke vrouw op de beat of start haar. Spit ik over Zuidoost, ben ik ineens barba. We zijn nu al de hele middag aan het chillen. En de donkere jongens uit de groep zijn net aangesproken op het feit dat ze aan het chillen zijn. Terwijl wij hier rustig een barbecue aan het eten.
Oh ja, dit was ook een goed voorbeeld. Er was een jongen overleden, Holendrecht. Toen waren we met z'n allen bij het buurthuis. Gewoon, was er een herdenking voor hem. En toen kwam de politie gewoon, had iedereen opgepakt. We stonden te chillen en te praten over onze vriend die is overleden. En die politieagent kon aanrijden. En de jongens zeggen dus heel duidelijk ook tegen elkaar van, hey, luister dan, de politieagent komt eraan, maar we mogen hier eigenlijk niet staan. Dus laten we dan even met z'n allen naar binnen gaan, het buurtcentrum in. Gewoon iedereen pats. In de houding zelfs, het samenscholingsverbod. Halen en trekken, voordat ik het wist, stond er één agent achter me in een headlock en twee aan me te sjorren. Waarop ik zeg van, ik ga niet met jullie mee, want dit gaat nergens over. Daarna kregen we een boete voor samenscholing. Dan denk iedereen van, het was een soort stille tocht, herdenking, waar kaarsjes, bloemen, alles. Maar dat vond ik wel een beetje naar. Dan dacht ik van, come on. Wonen jullie hier in de buurt? Nee. Je gelooft het niet. Wij hebben al een paar dagen een melding dat wat vreemde lui door de wijk heen lopen. Ja. En daar verdoen jullie wel een beetje aan. Dan zeg ik niet dat jullie vreemde lui zijn natuurlijk. Hebben jullie leegte maatschappij bij? Waarom zou ik me moeten legitimeren? Ik vind het jammer dan. Is dan dat we een donkere huidskleur hebben. Nee. En als er ineens politie komt, is het wel. Maar ik leg het net uit. Er zijn mensen die zien al, die zien vreemde figuren. Ja, misschien zijn jullie het helemaal niet, dat weet ik niet. Nee, wij zijn er totaal niet, want we zijn er pas 10 minuten hier. Ja, nou ja, maar het is kijk, dat kan ook anders, hoor. Want als nee, dat snap ik. Voor mezelf als ik die kan, dan vind je het stappen. Dan zoek ik het om weer aan. Dat is zo simpel als het wel. Dankjewel. Want zo moeilijk wil ik hem natuurlijk ook niet over. Ja, mijn collega's hebben waarschijnlijk uitgelegd vanwege vele inbraak. Dus er lopen ook heel veel politie en burger rond. Oké. Dus daar worden wij gestuurd. Ja. We hadden al een eenheid worden gestuurd. Ja. Weet je, ze lopen al een tijdje achter jullie aan. En zouden jullie al een tijdje in de gaten. Logisch. Dat geldt niet alleen maar voor donkere mensen, hoor. Okay. Ja, weet je wat uit analyses blijkt? Dat inbraken gewoon door alles en iedereen gedaan wordt. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Dank je wel. Voormalig Oost-Europa, ja, weet je al, witte mensen, Marokkanen, dat wordt door iedereen gedaan. Ja. Het zou heel dom zijn als politie om alleen maar donkere mensen aan de kant te zetten en te controleren. Ja. Ik hoor nog steeds geluiden van jonge jongens dat ze getreiterd worden, geprovoceerd worden door politieagenten. Het zij een motoragent, het zij gewoon patrouillerende agenten. Veel mensen denken ook gewoon dat het normaal is of gaan ook echt gewoon geloven dat ze automatisch verdacht zijn omdat ze een andere huidskleur hebben. We wonen achter de Amsterdam? Ja. Ik denk dat ik nog nooit eerder vaker ben aangehouden door de politie omdat ik... Ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar omdat ik blank ben, denk ik.